afgelopen jaren is er ontzettend veel dynamiek geweest in de betaalmarkt. Ik noem bijvoorbeeld de introductie van het contactloos betalen met de mobiel of de contactloze pas. Ik noem Ideal Mobiel. Ik noem de introductie van het retourpinnen. Introductie van Dip & Go in de parkeerbranche. En natuurlijk niet te vergeten de migratie naar SEPA die eigenlijk voltooid is, maar waar we nog wel heel wat aan moeten doen om het te fine-tunen. Dan noem ik ook nog de introductie van e-mandates die voorzien is in 2015. Nou, al deze voorbereidingen die moeten tot wasdom komen in 2014 en 2015. En ja, dat biedt voldoende aanknopingspunten voor iedereen om kennis te nemen van wat het allemaal voor iedereen gaat betekenen. En wat we zien in de markt is dat bitcoins eigenlijk een grote mate van volatiliteit geeft. En dat betekent als consument eigenlijk dat je niet precies van tevoren weet hoeveel je moet betalen. En voor de ondernemer ook niet hoeveel je uiteindelijk weet te ontvangen. Daarmee blijft het een speculatief gebeuren. En ja, dat geeft een stukje onzekerheid. En ja, daar moet je heel goed van bewust zijn. Als spaargeld zou ik het niet gebruiken. Want het kan zomaar zijn dat de helft van je spaargeld dan verdwenen is. Kan ook de helft zijn toegenomen natuurlijk. De laatste tijd is heel veel aandacht besteed aan cybersecurity in het betalingsverkeer. 100% veiligheid bestaat niet, maar we kunnen er met z'n allen wel veel aan doen om de veiligheid zo goed mogelijk te laten zijn. En dat betreft is in ieder geval een belangrijke mijlpaal dat afgelopen jaren de fraude in het betalingsverkeer ontzettend is gedaald. Van 82 miljoen naar 33 miljoen. Met name ook op het terrein van internetbankieren. En dan hebben we het over de phishing en de malware. En dat is niet alleen omdat de banken er zelf heel veel in hebben geïnvesteerd, maar ook de consumenten zijn zich veel meer bewust geworden van het feit dat je op een phishing mail niet moet gaan klikken om je persoonlijke gegevens in te voeren op een website die je niet kent. En geeft ook die websites geven ook nooit je pincodes of je credentials af. Want belangrijk is wel dat je goed samenwerkt, aanbieders en vraagkant. En dat betreft is ook de betaalvereniging daarop ingericht. Dat ook voor de stakeholders en de banken een belangrijk forum is geschapen om tot overleg te komen hoe je bepaalde bestaande producten verbetert dan wel vernieuwingen toepast.